Oké, we gaan vandaag de klokkentoren veroveren. Vorige aflevering zag je hoe we de brug kapot maakten. En waardoor we naar het noorden kunnen. Daar hebben we nog heel veel te doen. En de komende afleveringen, als bijvoorbeeld hier een missie is, wil ik er eigenlijk zo heen gaan. Buitenpost, klokkentoren, buitenpost en dan de missie. Waardoor we zoveel mogelijk meepakken. En het ding ook is, in het noorden zijn ze ook veel sterker. Attention people of Kirat, this is Pagan Min. It appears that a guest of Dirgesh prison has gone missing. If any of my subjects sees... En dan kunnen we ook veel meer missies weer gaan doen van verschillende mensen. Oh, oh. Want ja, hier hebben we nog niks overgenomen. Was dit voor wapen? Die ziet er interessant uit. En de posters natuurlijk ook niet te vergeten. Oh, wacht, ik moet het met deze doen. Kijken we twee keer zoveel. Oh. Of niet. Nou, vind ik teleurstellend. Dus ook zeker vlakbij. Oh nee. Yuma. Oh nee. Jawel, wel Yuma. Even kijken. Oh, dat wordt weer klimmen. In elke Far Cry moet je gaan puzzelen en al. Met klokkentorens. Van Far Cry New Dawn? Weet ik het 1, 2, 3 niet. Oh, door die dozen sprong ik naar de zijkant. Oh, dat was genaaid. Thank you.
Oh, die hebben we ook gehaald. Elf van de 17. Zo, die is overgenomen. Oh nee, niet zo laag. Nou zit het natuurlijk voor mijn vijand, omdat we natuurlijk dit niet overgenomen hebben. Hier, ga mijn granaat eten, hoppa. Far Cry games blijven altijd wel leuk. Toch weet je hoe het verhaal in elkaar zit. Want bij elke game is het bijna hetzelfde. Oh. Volgens mij net wel geen droge voeten. Kijk, bijvoorbeeld hier staan dan weer vijanden. Waarom? Nee, niet vermoorden, niet vermoorden. Dank je wel. Alsjeblieft, hè, Pik. Ball. I'm past the bridge. North of you is Utkash, Pagan's model village for life under his thumb. But it's all propaganda. We have golden bars there. Nobody knows the North better than that cell. I need you to check in on them. Waarheid en gerechtigheid. 700... Oh, kut. Kunnen we natuurlijk niet snel reizen. Nou, gelukkig zat hier een auto.
Nou, we zijn bijna bij onze bestemming. Oh, oh, oh. Ik zit er sowieso vijanden, dat kan niet anders. Trouwens, ik zie iemand om mee te ruilen. Als je het wil lezen, zet het op pauze. Voordat ik daarheen ga, wil ik eerst even mijn spullen met mijn kogels bij. Kan ik daar niet doorheen? Hoezo kan ik daar niet doorheen? Nou, we gaan wel gewoon hier naar binnen. Downstairs. Ajay, thank you for reuniting us with the Golden Path in the south. You can tell Amita and Sabal we are ready to fight. They have targets picked. No! It's my family. Very charming. Ooh, yes. Oh, I like this. Is this mahogany? And look at you. A lovely couple to match a lovely home. Very salt of the earth. You know, I was told that if I ever wanted to experience the hospitality of Utkarsh, I had to visit Baranas. Oh, we questioned everyone too. And everyone said the exact same thing. They are the friendliest. They will talk to anyone. To anyone, I said. To everyone, they said. Well, they were so emphatic that I decided I had to see it for myself. He's cute. You see, I, wanted to warn you. Warn us, sir? Yes. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that there are some very disreputable people around. And I'm concerned that these people, these terrorists, well, they might take advantage of your hospitality. Maybe ruin your wonderful reputation. And we wouldn't want that to happen now, would we? No, sir. No. Well, would you allow me to protect you? To ensure your reputation? Please, yes, Kingman. Your wish is my command. I'm so glad we could agree on this. Well, I won't take up any more of your time. This should only take a moment. And they say I've lost touch with my subjects. No! They'll kill you! I'm getting Pagan. We gaan achter hem aan. I found Pagan. I'm chasing him down. What?
Are you sure? I'm positive. You can do this, brother. Ik wil eigenlijk zo'n eliminatie uit Gyrokopter proberen, maar ben bang dat ik keihard dood ga. Huh? The fuck? Hello, RJ. Did you miss me? Oh, wait, yes, you did. Pagan? I just killed you. No, no, you just ruined a perfectly good body double with hair loss. Do you know how expensive he was to make? He wasn't even Asian, for Christ's sake. He was from Melbourne, I think. His only crime was being born with fabulous cheekbones. Whose picture do you think's on the money? No matter, what's done is done. I suppose next time it'll just be you and me. Okay, this is heel vaag. Ik moest ze vermoorden, maar een vijand schoot hem uit de lucht. Nee, schoot hem kapot. Nou. Er zijn zoveel vijanden tegenwoordig. Maar ja, kijk ook naar het gebied waar we nou in zitten. Die is dood. Kom op, dozen, ga ze aan de kant. Ik wist nog wel aflevering 1 en nu zitten we al hier. Het gaat best wel snel.
Oké, wat mijn planning is volgende aflevering. Dan gaan we hier naartoe snel reizen. Doen we deze outpost. Deze. Deze, die kloktoren en deze. Dan hebben we dit hoekje al bevrijd. En dan doen we de Golden Path missie. Daarna zien we... Nee, de Golden Path missie doen we dan over 2 afleveringen. Dus ik zie jullie dan.